Voilà, goeiedag allemaal. Welkom bij Stappen met Stijn. Ik zit vandaag bij Hilde Boucher. En Hilde heeft een hele titel, of een hele achtergrond in kunst en design. Maar ik ga haar daar zo meteen zelf eventjes over laten uitleggen wat dat ze eigenlijk doet en wat dat, kunst en leiderschap gemeen kunnen hebben. Want dat is het onderwerp van vandaag. Een gemeenschappelijke vriend heeft ons bij elkaar gebracht. Completely out of the blue, dus we gaan gewoon in flow en we gaan kijken wat dat het geeft. Zij zag linken tussen Hilde en haar kunst en mij en leiderschap. En het triggerde ons allebei wel een beetje om eens te kijken van ja, zijn daar eigenlijk, is daar overlap, zijn daar gemeenschappelijkheden? En kunnen we van elkaar leren in die wereld? En kunnen we daar iets voor elkaar betekenen? Of kan kunst iets betekenen voor leiders of voor bewustzijn in het algemeen? Maar ik ga jou misschien eerst even laten vertellen, Hilde, wie dat je bent en wat dat je eigenlijk juist doet. Want ik vond het een indrukwekkend curriculum als ik naar jouw LinkedIn en CV keek. Ja, wat ik doe. Ik ben eigenlijk misschien dan wel even rechtzetten. Ik voel me niet iemand die bezig is met kunst, maar ik ben bezig met dingen uit het dagelijks leven, zijn de vormgeving, architectuur, het toegepaste. Ja. Ik vind dat daar toch een groot verschil in is. Dat hoeft niet, dat hoeft absoluut niet. Dat kan eigenlijk vanuit één persoon, kan zowel als architect, als kunstenaar, als vormgever aan de slag. Dus dat zijn geen duidelijke barrières. Maar toch, denk ik, is er een andere attitude, een andere werkwijze, een ander gebruik, enzovoort enzovoort. En binnen die vormgeving, ja, als kind ben ik opgegroeid bij in een gezin waar bij mijn moeder in een designwinkel werkte en waar dat ik vakantiejobs deed, het schoonmaken van die designproducten. Oh, en leuk. ik denk dat ik dat zo met de paplepel meegekregen heb. Ik heb dan gewoon geschiedenis gestudeerd. Allee, design kon dat vroeger niet studeren. Antropologie, en kunstwetenschappen. Maar ik heb dan een lange tijd als journaliste gewerkt en dan eigenlijk zelf een tijdschrift opgestart en dan een onderzoek gedaan, een doctoraat geschreven in de design. En we gingen lesgeven en ja, van het een is het ander gekomen. Tentoonstellingen gemaakt. Maar er was nooit een duidelijk parcours. Dus altijd, ik heb zeer veel verschillende dingen gedaan. En dan 2 jaar geleden een boek geschreven. Dus ik heb zeer veel verschillende dingen gedaan, maar eigenlijk wel altijd binnen die vormgeving. En de laatste 10 jaar ben ik zelf persoonlijk in mijn persoonlijk leven meer en meer bezig geweest met zingeving. Ja. En vandaar dat boek die dan is waarbij ik geprobeerd heb om die zingeving en dat maken bij elkaar te brengen. Terwijl ik vroeger als journalist eerder gewoon over objecten schreef, gebruiksvoorwerpen. Dus dat heeft toch wel een heel grote omgang of een omwenteling teweeggebracht. Want ik denk dat je daar al meteen tot de essentie van het gesprek kunt komen. Dat is waar dat ik zelf ook rond werk en waar dat heel veel leiders met de vraag zitten: wat is de zin van mijn leiderschap? Hè? Waarom doe ik dit en waarom, wat is mijn bijdrage daarin? Hoe vertaal jij dat vanuit jouw achtergrond? Als je zegt van ja, ik hou mij meer bezig met zingeving nu, wat betekent dat heel concreet? In het algemeen of rond vormgeving? Rond vormgeving, dan hoe zie jij die zingeving in vormgeving eigenlijk? Heel specifiek, als ik hier les geef als een student, in de eerste les zeg ik altijd, jullie zijn misschien wel denken dat jullie de architecten en de vormgevers van de toekomst zijn, maar jullie zijn in feite, en dat is een zekerheid, de makers van de afval van morgen. Oké, ja. 100% zeker. Ja. Of dat je een goede architect gaat zijn of een goede vormgever, dat weten we nog niet. Mm-hmm. Maar als je iets maakt, alles dat je materieel maakt, dat wordt afval. Okay. Misschien heb je geluk dat dat 500 jaar meegaat. Misschien zelfs, zijn het zo fantastisch dat het een paar duizend jaar meegaat. Maar de kans is zeer klein. En wat zeggen die leerlingen dan? Gaan dan hun mondhoeken naar beneden hangen? En dan zijn ze eerst kwaad, gechoqueerd. Of voelt dat dan, als ze zoiets hebben van wat durfde hij zeggen? Maar dan, ja, geleidelijk aan beginnen ze daar dan wel op een heel andere manier naar hun métier te kijken. Of naar wat ze willen worden. En dan is voor mij de volgende stap. Als jij verantwoordelijk bent voor de afval van morgen, dan is denk ik heel belangrijk dat je verantwoordelijkheid neemt. En ik denk dat daar, of dat je nu een leider bent, of een docent, of een maker, of een consument, denk dat dat het belangrijkste is vandaag, is dat we individuele verantwoordelijkheid nemen. Wat kopen we?
Waar komt het vandaan? En vooral, waar gaat het naartoe? Als in Noord-Amerikaanse indianenstammen, de etnische culturen, men een beslissing moest nemen, dan zeiden de stamoudsten altijd, of dan bedachten de stamoudsten, wat zouden 7 generaties voor ons hiervan gevonden hebben en wat gaan 7 generaties na ons hiervan vinden? Oké, okay, ja. Dat is zeer schoon. Een heel breed perspectief dat zij daarin... Waarbij dat je rekening houdt met je voorouders en met eigenlijk de traditie, met de continuïteit van oude traditionele kennis, was voor mij ook heel belangrijk. Ik denk dat die oude, en zeker ook van natuurvolkeren, maar ook bij ons, oude, aan de ene kant intuïtieve kennis, maar ook een gedragen kennis vanuit het feit dat we als mens eigenlijk maar een klein onderdeel zijn in een groter geheel. Dus kennis die nog afstamt van de tijd dat we een soort sacrale wereldbeeld hadden, of kosmosbeeld hadden. Vandaag in een consumptiewereld verdwijnt dat vooral. En zien we dat we vooral onszelf identificeren met wat we kopen, wat we dragen, welke objecten dat we in ons huis hebben, welke auto dat we mee rijden. En is eigenlijk dat sacrale en dat universele en die dankbaarheid, allemaal dingen die voor mij zingevend zijn, verdwenen. En ik denk dat we, als we dingen maken, dingen kopen, als consument en als maker, dat we opnieuw moeten die verantwoordelijkheid nemen. Waar komt iets vandaan? Waar gaat het naartoe? Heb ik dat echt nodig? Als consument en dan als maker. Hoe kan ik bijdragen dat dat niet overmorgen op de afvalhoop komt? Ik zie onmiddellijk een heel grote gelijkenis tussen leiders en managers die echt op heel korte termijn beslissingen nemen of met beslissingen in het leven staan of bepaalde dingen doen, mensen ontslaan omwille van heel korte termijn, zonder vooruit te kijken, maar ook zonder achteruit te kijken. En ik vind de vergelijking die je maakt met de Indianen is wel heel, heel treffend. Ja. Ik denk, ik heb het gevoel dat dat inderdaad vaak vergeten wordt. Ja. Ja, ik zit nu zelf in een positie dat ik hier op school hoofd ben van een afdeling. Ja. En voor het eerst in mijn leven ook met dit soort problematieken te maken heb. Dat ik over mensen moet gaan nadenken, beslissen. Nog nooit in mijn leven gedaan. En daar kan ik mij voorstellen, nu een school dat werkt behoorlijk langzaam. Maar toch moeten er beslissingen genomen worden. En dan is het voor mij ook heel moeilijk. Wat primeert er? Het algemeen belang? Of het persoonlijke belang. Want dat kan voor iemand, als hier iemand zegt, je moet niet meer komen, dat kan voor iemand persoonlijk een drama zijn in zijn leven. Maar als iemand hier blijft zitten, kan dat ook wel misschien niet zo ideaal zijn voor het toekomstig perspectief van hoe we honderden studenten opleiden. Dus ik weet niet in hoeverre dat bij managers hetzelfde is, waarschijnlijk wel. En dan heb ik de neiging, om te denken in het grotere plaatje. Ja. En dat ze mij dan niet in dank gaan aannemen. Maar ik zelf ben na van mijn leven zelfstandig geweest, van het een en het ander. Sociale zekerheid bestaat eigenlijk niet. En ik heb altijd het gevoel gehad, als je in iets gelooft, als je het graag doet, dan ontvouwt het zich. Ik vind het wel interessant, je zegt, ik probeer mijn beslissingen in het algemeen belang te nemen. Wat is dat voor jou, de algemeen belang? Ja, ik denk op dit moment zijn er 2 grote crisissen waar we toch het hoofd moeten aanbieden. En de ene is uiteraard de ecologische crisis. En anderzijds gaat dat voor mij ook over de vluchtelingencrisis. En de identiteit dat we kwijt zijn. Want we houden die andere mensen buiten. Maar zelfs hebben we ook allemaal nog nooit veel burn-outs gehad. We zijn totaal onze identiteit kwijt. We zijn onze zingeving kwijt. Misschien zou ze terugkomen als we die andere mensen zouden binnenlaten. Ja. Dus zorgzaamheid. Aan de ene kant, dat zijn we... vind ik verloren. Of toch op een grote schaal. Op makerschaal, ja. En ecologische verantwoordelijkheid, dat zijn we ook niet. We kunnen ons dat ook niet voorstellen, hè, wat de problematieken gaan zijn van de toekomst. Ja, en hoe zie jij daar... In je boekje A Wild Thing spreek je ook over bepaalde objecten die dat licht geven. En we hadden het er al heel eventjes over van managers die... naar charisma, uitstraling. En dat jij daarop probeert de linken te leggen van objecten die dan licht kunnen geven of uitstraling kunnen geven en betekenis kunnen geven aan een ruimte. Vertel eens. Ik vergelijk dat ik graag met
olifanten, of met dieren. Je hebt een wilde olifant en je hebt een tamme olifant. Een wilde olifant en een tamme olifant, de vorm is exact hetzelfde. Ja. Maar de context is uiteraard anders. Dat is alleen ding. Maar het is ook ergens, als je naar zo'n tamme olifant kijkt, schijnt er daar geen licht meer in die ogen. Ja. En het bizarre ook is, als je het geluk hebt om, zoals ik het een keer gehad heb, een wilde olifant tegen te komen in het wild, onverwachts, dan verschiet je dat eigenlijk die vorm en de ideeën dat je hebt over een olifant, want die olifant heb je wel alles gezien op tv en in de zoo, en een zwaar, log dier. Dan was voor mij de grote shock, dat dier kwam van tussen de struiken, en wat mij overviel was stilte. Die olifant heeft zo'n soort, door de traagheid waarmee dat hij beweegt, maar ook de soort, ik weet niet, charisma misschien, maar de energie die in dat beest zit, wow, ik had daar een enorm ontzag van. The King of the Jungle, in tekenfilms zien we dat, maar als je dat in het echt nog niet gevoeld hebt, en de zool voelde dat niet, dat is groot, maar daar eindigt het ook. Dus het kwam bij mij op dat... dat soort charisma, dat soort energie, dat dat een aantal subjectieve kwaliteiten heeft. En dat die misschien wel, alhoewel dat die twee olifanten er hetzelfde uitzien, dat die subjectieve kwaliteiten anders zijn. Een olifant in de zoo had nooit denkt naar stilte. Terwijl dat net verstilling hetgeen was wat voor mij het meeste in mij opkwam. Ook het naar binnen vallen. Er was zo'n ontzag voor dat beest, dat je bijna een soort, laten we het met een traditionele term benoemen, maar misschien niet de lading dekt, een soort goddelijke ervaring, waarbij dat je je nietig voelt. Maar ik had geen angst, terwijl dat die man die met ons mee was, zei dat ik moest in de auto kruipen, maar dat dat wel zeer gevaarlijk beest zijn. Waar is aan het chargeren? Ze kwam heel langzaam, maar er zaten kleintjes bij, dus dat was ze gingen naar de waterplek. Maar dat eerste beest die daaruit kwam, en dat was denk ik niet zo groot, ik weet het niet meer. Maar... Heb je dat bij elke... Het was een kudde, neem ik aan. Ja, ze waren met een paar. Ja. Heb je dat bij elke olifant daar ervaren? Misschien heb ik het bij deze het meest ervaren, omdat we wilden olifanten zien. We hadden er al van ver gezien met de verrekijker. En we hadden het eigenlijk gewoon al opgegeven. We waren ook met een gewone auto, we waren niet eens met een jeep. Dus het was niet meer in de safari. En plots, out of the blue, kwam die de straat oversteken. Dus ik denk dat het misschien ook wel de context was van het niet verwachten. Maar daar gaat het ook over, volgens mij. En het verschil met kunst en design. Vormgeving, dat gaat over dagdagelijkse producten. Dus dat moet niet iets zijn dat moet schreeuwen en dat moet opvallen. En dat moet... Nee, het gaat over de dingen die we dagdagelijks gebruiken. Ja. Zoals een olifant die dan onverwacht op je pad passeert. Ja. Dat is ergens dat dagdagelijkse. Ja. Enfin, voor iemand die daar woont, is dat dagelijks. Voor ons natuurlijk niet. En dat is iets anders dan, we gaan naar de zoo, en we gaan de olifant zien. En we gaan... Nee, het gaat over het alledaagse, het kleine. En hoe kunnen we daar, in die objecten, die subjectieve kwaliteiten steken. Ja. En dan heb ik een beetje rare dingen gedaan met mijn boek, sommigen denken dat ik zot ben. Ik heb bijvoorbeeld ook vrouwen gaan interviewen in Kyrgyzstan die tapijten vilten. Ja. En wanneer zij vilten, dan zingen zij. En dan steken zij samen met de vrouwen, als ze dat doen, heel duidelijk de liefde in dat tapijt. En denken ze al aan wie dat tapijt gaan schenken. Wow. Dat was traditioneel zo. Ja. Vandaag verkopen ze die tapijten aan toeristen. Maar toch, die oudere generatie doet dat nog steeds. Okay. En als je dan vraagt waarom, dan zeggen ze ja, omdat we willen dat deze die dat tapijt ziet... dat licht voelt, of die energie voelt, of die liefde voelt waarmee dat wij dat gemaakt hebben. En dan ook met liefde dat zal betalen. En dat geld die dan naar ons komt, zal ook weer geluk brengen in ons leven. Ik vind dat zeer schoon. En dat is voor mij ook een voorbeeld van wat we vandaag de circulaire economie noemen. Ja. Je kunt zeggen, objecten, design, je kunt dat cradle to cradle doen. Dat moet gemaakt worden vanuit materialen die terug afbreekbaar zijn en die terug hergebruikt worden. Ik vind dat we dat veel breder moeten zien. Dat we moeten dingen maken die op een of andere manier, dat we weten waar het vandaan komt en dat we ook die liefde voelen voor deze die het gemaakt heeft. Of dat we deze, niet voor deze die het gemaakt heeft, maar deze die het gemaakt heeft, heeft daar een bepaalde passie, een bepaalde liefde in gestoken. En je voelt dat. Misschien voelt niet iedereen dat. Want sommige mensen zeggen, zo is het gemakkelijk. Jij zegt dat dat zo is, iemand anders.
In Japan bestaat er daar een term voor, dat heet Ikigai. shibusa. Ah, En dat dat wil ken ik zeggen niet. dat je een maturiteit hebt Ja. als consument of als bekijker van die objecten, Ja. dat je maturiteit hebt om dat soort schoonheid, dat soort onzichtbare schoonheid, te kunnen voelen. Ja. Maar je kunt dat niet zien, hè? De vorm is hetzelfde, die olifant, Nee. de vorm is hetzelfde. Dus het is niet iets dat je met je ogen kunt zien, het is iets dat je eigenlijk met je hele lichaam, als een soort belichaamde ervaring, kunt ervaren. En in Japan zegt men dat iemand die over meer shibusa beschikt, daar heeft men meer respect voor. Iemand die Ja. van kitsch houdt, die zou respect hebben voor iemand die van shibusa houdt, omdat die een matuurdere smaak heeft, een meer ontwikkelde persoonlijkheid of meer ontwikkelde tastzin En hoe of... ontwikkel je dat? Want dan, als ik de vergelijking maak naar een charismatische leider, ik neem nu maar iets, Obama of Michelle Obama, Nelson Mandela, de Dalai Lama, die hebben allemaal die energie en die uitstraling waarvan je zegt, je komt er al maar bij en je, of je ziet het straalt al van de tv af. Hoe kun je dat volgens jou op een manier ontwikkelen die dat je ook dan in voorwerpen kunt leggen? Is daar ook iets wat dat je zo in mensen dan kunt leggen of laten? Ik weet het niet. In mijn boek vergelijk ik het met Halger Plato bij, die de vergelijking maakt, wanneer iemand verliefd is, dan wordt hij, elke mens die verliefd is, wordt een dichter. Oké, Zie dus dat we allemaal kennen. Er is niemand in de wereld die dat niet kent, die niet weet als hij verliefd... Allee, ik hoop dat iedereen in de wereld al een keer verliefd geweest is. Als je verliefd bent en dan zijn je zo vervuld van iets of iemand... Dat je heel poëtisch wordt. Dat je gedichten schrijft, dat je liedjes schrijft, dat je ook de wereld schoner ziet. En ik denk, mijn overtuiging is dat we moeten op zoek gaan als maker, maar ook denk ik als manager of leiderschap. Ja. En dat dat ook hetgeen is wat die mensen doen of hebben, waarschijnlijk onbewust. Het is een andere staat waarin dat je bent. Je hart is veel meer open. Ja. Je bent veel ontvankelijk. Dus uw intuïtie, uw mind is volledig uitgeschakeld. Je kunt niet meer rationeel denken. Zelf durf ik daar zelfs denken dat dat misschien een zeer vrouwelijke eigenschap is. Zou je dat Vrouw. zo durven? Ja, Daar maar gaan veel niet. vrouwen jou niet Wacht, mee akkoord zijn, hè? nee. Niet vrouwen, Ja. vrouwelijk. Vrouwen, oké, Dat is een de. heel Ja, groot verschil. ja, 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 Ik ja, denk, ja. we zijn bezig met die genderneutraliteit. Ik Ja. vind dat soms heel moeilijk, want je kunt toch niet. Er is toch wit en zwart, er is dag en Ja. nacht, er is maan en zon en er is mannelijk en vrouwelijk. Ja. Als eigenschap, niet als Nee, biologische. ja. Ik kan me voorstellen dat er veel Entiteit, mannen zijn die veel meer vrouwelijke eigenschappen hebben dan vrouwen zelf. En Hè? omgekeerd. En omgekeerd. Ja. Maar, en daar volg ik wel een aantal feministische schrijvers, waaronder Luce Irigaray, die zegt: wij hebben eigenlijk onze hele cultuur opgebouwd op het mannelijke. Ja. En het vrouwelijke heeft eigenlijk geen voorbeeld. Wij vrouwen zijn zelf ook beginnen mannen worden of mannelijke dingen overnemen. Dus misschien, enfin, dat is misschien een heel andere discussie, maar het zachte, en dan kom ik weer bij het zorgzame, hè, de moeder. Dat soort energie toelaten, als je zegt de Dalai Lama of zelfs Michelle Obama. Vandaar ook dat heel veel mensen, leiders, zichzelf ook graag afbeelden als de perfecte huisvader. Dat zijn dan weer de marketingmachines die daar dan bij komen. Maar ik denk inderdaad dat zorgzame, en voor mij heeft dat ook te maken met dat verliefde, met dat open hart. En dat open hart heeft voor mij ook met iets, een tweede ding te maken, namelijk uw link met de natuur, met de kosmos. Ja. Als jij ziet dat wij maar een klein onderdeel zijn in het grote plaatje, zoals de meeste natuurvolkeren zichzelf gewoon naast een mier of een steen plaatsen, in tegendeel, de stenen zijn de grootvaders die de oude kennis in zich dragen, die animistisch denken, die eigenlijk elk object heeft evenveel bezieling en leeft evenveel als een mens, denk dat je dan veel meer dankbaarheid hebt. Bescheidenheid en dat je u ten dienste staat. En dat is voor mij ook heel belangrijk. Een ambachtsman, traditioneel,
Dat waren mensen die zich ten dienste stelden. Die maakten potjes. Like, ik heb nu ook die potjes gemaakt voor mijn eigen. Je maakt dat niet omdat je daarmee in een museum wil staan. Je zet daar niet je naam op. Je wilt daar niet. Integendeel, je maakt dat voor je community. En je community zal dat dan gebruiken om uit te drinken. Je stelt je ten dienste van de aarde. Je stelt je ten dienste van een ander materiaal die je gebruikt. En je stelt je ten dienste van je gemeenschap. En ook van de vorm en de techniek. In heel veel natuurvolkeren, zeker in Afrikaanse cultuur, maar eigenlijk wereldwijd, zien we dat vaak de wevers, de pottenbakkers, maar ook vooral de ijzersmeden, dat dat ook de shamanen waren in de dorp. Dus dat dat aan de ene kant de designers waren, maar anderzijds dat dat ook zij waren die een brug maakten tussen het zichtbare en het onzichtbare. Zijn de huidige designers de nieuwe shamanen? Deze die mijn boekjes lezen en enthousiast zijn, denk ik, hebben zo'n voeling van ja, daar zit wat in. Want vandaag de dag, de meeste gebruiksvoorwerpen, dat wordt niet gemaakt zoals dat meeste, laten we ervan uitgaan, traditionele romantische beeld van kunst. Dan heb ik het niet, de kunstcircuits en de kunsthandel en de bananen tegen de muur met scotch, met tape. Daar heb ik het niet over. Maar een kunstenaar heeft een soort werkt vanuit zichzelf in relatie met de maatschappij. Maar een vormgever of een architect heeft een aantal parameters waar hij zich moet aan houden. En die parameters zijn de dag van vandaag meestal marktgestuurd. En daar wil ik eigenlijk een beetje van terugkomen. Dan zeg je, maar het is niet omdat de markt zegt, je moet iets ontwerpen en dan moet er zoveel oplagen gemaakt worden en dat moet dan goedkoop gemaakt worden. En we gaan daar nu heel dat marktverhaal en branding helemaal dat duurzaam maken. Hè, want dat is wat dat ze overal verkopen. Ik denk, je kunt jij wel dat duurzaam maken, maar dat potje dat met liefde gemaakt ook is, gaat er waarschijnlijk nog generaties na u blijven gebruiken. Zoals die Japanners als zo'n potje breekt, dan gaan ze dat met goud vermaken. Met goud opvullen, ja. Mooi, hè? Waardoor dat kapot potje, dat opnieuw hersteld is, veel meer waard wordt. Letterlijk door het goud. Maar ook, het toont ook hoe dat falen en kwetsbaarheid, hoe belangrijk dat is in het leven. Wat dat er bij mij mee opkomt nu, Hilde, is de vraag rond, ja, veel mensen zullen misschien spreken over, het wordt, er is een te grote individualisering aan de gang wanneer dat iedereen zijn eigen vrijheid mag gebruiken en zijn intuïtie vrijuit kan beleven en dan gaan we allemaal als individu naast elkaar leven. Wat, hoe kijk je daarnaar dat men dat argument eigenlijk gebruikt om intuïtie of vrijheden in te perken omdat het anders oncontroleerbaar wordt? Ik denk dat daar misschien ook, ik heb bij het begin al gezegd, ik ben niet met kunst bezig. Vaak in de kunstwereld zie je dat heel erg aanwezig. Dus ik wil me daar ook niet over, ik wil daar ook niet geen positie in nemen. Maar ik denk in het algemeen, we hebben dat nu jaren gedaan, hè, die individualistische maatschappij. En ze is nu denk ik tot een soort hoogtepunt gekomen, waardoor dat we nu weer naar beneden kunnen vallen en aan iets nieuws beginnen. En vandaar, voor mij gaat het erover, je mocht je wel individueel iets maken, maar doe het ten dienste. Ja. Zij dienstbaar en zorgzaam. Want de ondertitel van mijn boek is Liefde, nabijheid en dingen. Dus het gaat over dingen die eigenlijk ons aanzetten tot kwetsbaarheid. Tot tactiliteit. Tot een soort ervaring die niet alleen met onze ogen gaat over vorm. Want ik herken dat als een iPhone. Ah, dat is duurder dan zo'n Chinees merken. Ik heb een iPod, iPhone? Ik heb zo'n i-ding omdat ik daar niet mee kan werken. Met zo'n ding. Maar nu heb ik gelezen die Huawei. Dat deugt ook niet meer. Hè. Die Chinezen komen met al een dat wordt dan het probleem. Het is zo moeilijk om nog te weten wat is duurzaam, wat is niet duurzaam. Vandaar dat ik altijd zeg, daar ben ik niet alleen in. Hè. Maar koop lokaal, koop bij kleine mensen, koop biologisch. Koop zo weinig mogelijk. Maak zo weinig mogelijk. Als je iets maakt, zorg dat mijn liefde gemaakt is, dat zinvol is, dat dienstbaar is. En ik ben overtuigd, en ik zie dat bij mezelf en bij de mensen rond mij, als je niet bezig bent met individuele verrijking en individuele positionering, dan komt dat vanzelf naar je toe. En dan ben ik misschien wel heel spiritueel en heel erg gezegd Dalai Lama, maar en dat is niet omdat ik dat geloof, dat is omdat ik dat ervaren heb. Want ik merk, ik heb nu al heel wat interviews gedaan met
met top-CEO's en managers. En in elk van hun ervaar ik een zekere vorm van innerlijke reflectie, op welke manier dat ze dat. De ene doet dat al veel spiritueler dan de ander. De een noemt het stilte, de ander mediteert, de ander gaat op zijn fiets zitten. Maar om heel bewust wel de reflectie te maken voor zichzelf, ben ik goed bezig en doe ik wat ik. Wat ik graag wil doen en stel ik mij dienstbaar op ten opzichte van mijn bedrijf of ten opzichte van de producten die ik maak voor mijn klanten. Dat is iets wat ik heel erg herken in veel van die mensen eigenlijk. Ja, Terwijl je tot eerste instantie heel veel mensen niet zouden zeggen en ze categoriseren als zakkenvullers. ik had, ja, als je aan de kunstkant staat, dan kijk je meestal naar de manager en de geldverdiende kant als van, wow. Maar ik weet ook, al een tijdje geleden, zo een keer een interview dat ik las, toevallig in de krant, en ik weet ook niet meer met wie of wat. En dat ging eigenlijk over die shift die nu aan het ontstaan is, zoals dat je het uitdrukt. En die persoon vertelde, ja, maar ik heb zelf ook kinderen. En toen dacht ik, ja, wij zien altijd de managers als een soort graaiers. Maar als je zelf kinderen hebt, niet allemaal, hè, maar toch, ik zie ook, ik geloof wel in het goede van de mens. En ik denk dat we uit de situatie komen na de Tweede Wereldoorlog. Allee, historisch gezien komen uit grootouders die het heel moeilijk gehad hebben. En we hebben dan twee generaties meegemaakt, mijn ouders, mijn generatie, die eigenlijk het alleen maar beter en beter Ja, hebben. de Ja, gouden jaren 60 en die tot nu toe eigenlijk. Hè. Ik heb het al zelfs niet minder goed dan mijn ouders. Voor mijn kinderen gaat het heel moeilijk worden. Om het beter te hebben dan mij. En als ze niet van mij gaan erven of mee een duwtje krijgen om dat huis te kopen, dan gaat dat ook niet gaan. Dus we zien dat er daar wel een kentering in komt. En ik denk door die kentering dat we nu naar die tweede generatie, die vooral voor zichzelf gevochten heeft en misschien de wonden heeft willen lekken van die oorlogen, die toch wel wat. En dan ook die industriële revolutie. Ik bedoel, de meeste van ons komen uit arbeidersgezinnen. En het zijn er maar een paar die uit die rijke families komen, historisch. Hè. Dus we dragen dat nog in ons, dat vechten, die pijn, die moeite. Dus ik kan dat verstaan, zeker die vorige generatie. Dat moest vooruit gaan en ik en mijn familie. En die familie werd steeds kleiner, totdat nu één persoon is. Maar ik denk dat we nu weer op een kanteling zijn. Ik zie dat hier ook in school. Ik weet niet, in een andere school, maar in een kunstschool. Die studenten zijn echt op zoek naar andere waarden. Die zijn ook niet meer die kunststudenten. Ik denk dat er maar een hele kleine minderheid is die denkt van, ik ga hier echt een grote kunstenaar worden. Wat zijn hun waarden nu? Want dat vind ik wel Heel interessant. veel. Eigenlijk, waar zit het verschil? Ik kan het niet vergelijken met. Allee, ik wil dat ook niet vergelijken, maar ik voel Nee, wel maar. echt een verandering. Ik weet nog, als ik 10 jaar geleden les gaf, dat ik altijd zei: maar jullie komen niet op de barricades. Jullie ondergaan dat allemaal. Jullie vinden dat allemaal zo logisch. Ik ben zelf ook niet echt op de barricades gegaan. Ik ben er net nageboren na de grote Europese revolutie. Nu zie ik toch wel dat studenten bij heel veel vragen stilstaan. Dat ze toch wel een verantwoordelijkheid willen nemen, ook als maker. Misschien vooral filosofisch. Want als je dan in die ateliers gaat kijken, maar dat er daar ieder jaar op de container moet gesmeten worden, dat is dan weer iets anders. Zo gedisciplineerd zijn ze daarom nog niet. Maar het is al heel veel als je een andere attitude hebt. En niet de attitude van ja, de jaren 80, als ik jong was. Dat was zo de juppies, hè. Wij gaan het maken, en ik zie ook dat ik mijn kinderen ook met dat geloof opgevoed heb. Hè? De maakbare wereld, de maakbare mens. En nu denk ik, door wat we zien, één, ecologisch, en twee, als je een klein beetje rond je kijkt en je ziet wat er met die vluchtelingenproblematiek gebeurt, ik ben daar zelf heel erg mee bezig. Ja, niet iedereen zit in een positie dat we kunnen geloven in de maakbaarheid van de mens en van zijn eigen leven. En ik denk dat die nieuwe generatie eerder op zoek is naar de spelende mens. YOLO, you Terug. only live once. En kijkt van oké, maar misschien nu wel met de verantwoordelijkheid. Ik hoop het, ik weet het niet, maar ik ben eigenlijk zeer positief, zeer optimistisch. Ja, oké, we hebben een hele groot probleem, hè.
Maar, en dan mag ik niet te veel de krant lezen, want ik denk dat dat wel het gegeven is, dat het grote probleem... Het heeft mij dat nu gisteren iemand verteld. Ik weet nu ook niet meer waar dat dit vandaan haalde. Maar het grootste probleem, en ik ga daar volledig mee akkoord, is de media. Ja. Media die constant negatieve berichtvoering doet, waardoor dat we daar verslaafd aan worden. Ik ben zelf ook al een jaar gestopt met de krant te lezen en nog naar het nieuws te kijken, omdat ik inderdaad ervaar hoe je eigenlijk op een negatieve wijze geïndoctrineerd wordt. Ja. Ik heb onlangs eens een opleiding gevolgd en daar sprak men ook over de... je hebt zo de behoeften van Maslow en de zeven behoeften. En dat de nieuwe behoefte van de moderne tijd op één staat de nieuwsbehoefte. En de behoefte van de mens om nieuws te willen lezen en te willen zien. Ja. En ik vond dat zo frappant om vast te stellen dat ik ook ooit verslaafd was aan het VRT-appje en om het uur naar het nieuws luisteren en naar de zevende dag kijken en nog naar het nieuws en dan nog een keer naar goede programma's. Zo'n op zich wel waardevolle programma's in zitten. Daar... Maar hoe verslavend het kan zijn en hoe dat je geïndoctrineerd kan worden door de negativiteit eigenlijk. Ja. En je mist ook niet, ik heb denk ik toch een jaar of vijf, zes dat ik in het buitenland woonde, niet ver in Nederland. Ik had geen radio, ik had geen televisie, ik had geen krant. Gewoon op de buiten, ik zag eigenlijk niets. Alleen hoorde ik af en toe de radio als ik in mijn auto zat, als ik naar België kwam. Dat was de 102 weken, luisterde ik wel 2 uur naar de radio en dan het nieuws. Ik kon perfect elk politiek debat volgen. Ja. Enfin, politiek, het lokaal, ik wist niet meer wie welke minister was. Ja, ja, ja. Maar ik kon wel de geopolitiek volgen. Ja. Hij blijft ook boeken lezen, maar hij leert daar veel meer uit ja. dan die kleine nieuwsjes die mensen niet gelukkig maken. Ja. Ik heb nog altijd geen radio en geen televisie en geen krant. Maar ik ben nu wel weer meer hier, waardoor dat... Als je in een stad woont, vang je sowieso meer. Ja. Ik wil even terugkomen op het design-aspect, Hilde. Want jij bent natuurlijk met design bezig, hè. Op welke manier zie jij daar door echt heel bewust met duurzaam design en die ontwikkeling en het plaatsen van producten of met energieke producten bezig te zijn en daar rond te werken? Welke impact heeft dat voor jou op een mens of op een maatschappij? Dat is zeer belangrijk. Want je zegt design, en ik zie al hoe dat het zegt, dat je dan ja, denkt misschien. Aan van die pure objecten met zeer specifieke vormen. Ja. Laten we duidelijk zijn, dat interesseert mij nogal bolen. Nee, maar ik wil een ander voorbeeld, misschien dit kopje wat dat hier gemaakt hebt. Hè? Dus, maar ik wil daar wel op verder in gaan, want design is ook onderdeel van onze materiële cultuur. Ja. Hè? Ja. Maar ook onze truien dat we aan hebben, onze auto's waar we mee rijden, onze fietsen waar we mee rijden. Dus aan de ene kant zien we, en dat moeten we niet verloochenen, dat al die materiële cultuur dat weerspiegelt wie we zijn. Dat is onze communicatie. Bijvoorbeeld, ik heb heel veel naar Peru gereisd, daar de weefsels die men daar maakte en nog steeds maakt, daarin zit een heel, dat is eigenlijk een volledige codetaal. Okay, waarbij dat je, als je een bepaald doek op hebt, dan kun je lezen van welk dorp dat je bent, wie dat je voorvaders zijn, wat dat je cosmologie is, enzovoort enzoverder. Ik denk dat dat vandaag nog altijd zo is. Maar wij zijn niet meer bezig met voorvaders, met dorpen, maar we zijn bezig met merken, met lifestyles. En we hebben altijd weer eenzelfde soort jasje aan. We houden duidelijk van de grote wandelingen in de natuur. Dus inderdaad, ja. Alles wat we kopen, weerspiegelt wie we zijn. Ja. En ik vind ook niet dat dat moet stoppen. Hè. Nee. En als we kopen in een tweedehandswinkel of we kopen in een hele dure winkel, dat vertelt iets over ons. Ja. Dus dat blijft voor mij zeer sterk een codetaal. En dat is het altijd geweest. Dat is niet nieuw. Ja. Alleen is ons wereldbeeld veranderd. En onze code heeft te maken waarbij dat we zeggen... Ik koop verantwoord, of ik ben een natuurmens, of ik hou van een dure design. Of... Het heeft niet meer te maken met ik behoor tot deze stam, en ik behoor tot deze clan, of deze voorvaderen, en ik geloof op die manier in de kosmos. Mm-hmm. Daar zijn we minder mee bezig. Dus aan de ene kant vind ik dat is zo, en dat is ook niets mis mee. En daarnaast denk ik dat wanneer we bewust beseffen dat al die objecten rond ons ook invloed hebben op ons. Mm-hmm. Een soort energie hebben op ons. Mm-hmm.
dat we dan waarschijnlijk veel bewuster gaan shoppen. En daar denk ik is een van de belangrijkste dingen dat we moeten veranderen. Dat we Ja. veel minder moeten kopen. Moeilijk, hè? Voor mij ook. Hè? Soms ben ik daar heel helder in en dan koop ik niets. En dan ga ik ook niet naar winkels en dan vind ik dat niet moeilijk. Maar soms, ja, dan loopt het toch weer een winkel binnen. En dan denk ik, maar heb ik dat nu echt nodig? Gaat dat mij nu zoveel meer meegeven? Hoeveel puls heb ik nu al? Hoeveel... En ik denk dat daar we heel erg naar moeten kijken. En wat zien we ook? Dat design aan de ene kant kan, of objecten, materiële cultuur, dat kan ons iets geven. Dat kan een nood verlichten. Maar omgekeerd zien we vooral in onze maatschappij waar we niks meer nodig hebben. We hebben al allemaal een stoel en een bed en een tafel. En, zien we dat die marketingbedrijven of die producenten vooral noden creëren. Ja. Die objecten staan dat te roepen, koop mij, koop koop mij. mij, ja. Want je moet echt dringend nog een hele pull hebben, want je hebt dat nog niet. Pff, dat is een beetje like of dat die krant in je kop speelt. Dat zijn verslaving. Dat zijn, dus ik probeer als docent zoveel mogelijk mijn studenten daar bewust van te maken. Als consument en dan in tweede instantie als maker. En dat is denk ik ook wat ik met mijn boekje wil doen. Maar we moeten niet... Allee, ik koop ook nog dingen, hè. Ja. We moeten nu niet... En we maken ook allemaal onze foutjes ook. En gelukkig, hè. Ik vind, je kunt je helemaal gaan onttrekken van de maatschappij. Maar dat is ook niet zinvol, want dan breng je ook niets meer aan in de maatschappij. Ik heb een tijdje zo echt ver weg van alles gewoond. En heel veel gemediteerd en heel veel met spiritualiteit bezig geweest. En ik vond dat zeer zinvol. Maar ik had ook het gevoel dat ik niks meer terug gaf. Ja. En nu heb ik het gevoel dat ik weer iets kan teruggeven. En zoals dit soort dingen, wat dat gaat misschien een publiek bereiken die dat voor de eerste keer hoort en denkt, ja. Oh, dat is wel interessant. Ik ga toch een keer nadenken als ik de volgende keer in de stad loop en iets nodig heb. De Dalai Lama heeft ook ooit, ik heb zo een boek gelezen met de Dalai Lama en een Amerikaanse psychiater. Lezingen. En hij zegt zelf ook, de monniken die zich opsluiten in kloosters, dat zijn geen boeddhisten, hè. Dat zijn slechte monniken, dat zijn slechte boeddhisten. Want zij beweren, door daar te zitten, een bijdrage te leveren aan de maatschappij. En dat is niet waar, zegt hij. Ik denk dat er ook een soort veld is. Ik denk dat ja, hier gemediteerd wordt, dat ze een soort ja. veld kunnen creëren. Maar ja, bon, ik ben niet in staat om dat soort veld te creëren. Dus laat me dan maar gewoon een boekje schrijven. Of hier gewoon voor een paar mensen. Want soms zijn studenten mij, ja, maar hoe kunnen dan zinvol bezig zijn? En denk ik, ja, misschien als je één gezin in heel je leven een nieuwe betekenis hebt kunnen geven, omdat je, ik weet niet wat, gedaan hebt. Of één persoon op een andere pad hebt gebracht, dan is uw leven misschien al zinvol. Ja. En al zei hij misschien zelf die ene persoon, ja. dan is uw leven al zinvol. Dan is het goed, hè? Ja. Waar raad jij de leiders van, de huidige leiders en de managers aan, Hilde? Bij iedere degene beslissing... Degene die nog niet mee zijn met het verhaal. Bij iedere beslissing denk ik, wat zouden mijn grootouders, mijn overgrootouders... Daarvan denk ik, wat zullen mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn achterkleinkinderen hiermee doen? Ik denk, als we een soort continuïteit creëren naar wat veraf in het verleden gebeurd is. En daarbij ook heel dicht bij onszelf blijven. Want onze overgrootouders, dat DNA zit in ons. Mensen kunnen over reïncarnatie. Nee, het zit gewoon in ons. Al die dingen die we meegemaakt hebben, dat blijft dicht bij ons. En ook bij de pijn en het falen dat ook in onze eigen persoonlijke familiale geschiedenis gezeten heeft. En zet dan zorgzaam naar deze ronde. En op macro-economisch en op macro-vlak ook kijken, uiteraard. Want ja, dat blijft een moeilijke, denk ik. Dicht bij jezelf blijven en zorgzaam zijn. Dank u wel. Ik ben helemaal onder de indruk. Maar ik denk dat het tijd is om nog een beetje aan de chocolade te zitten. Hilde had hier hele mooie chocolade. Maar ik wil u... we gaan er afronden, Hilde. Ik wil u heel, heel hard bedanken voor de inspiratie dat je gegeven hebt en voor je open en eerlijke meningen. En over de mooie boodschappen die dat je toch wel meegeeft. Ook vanuit kunst. Vanuit...
Design, de doet er niet toe, vanuit de materiële cultuur. Vanuit de materiële cultuur. Ja. Dankjewel, merci. Maar heel veel plezier gedaan en ik ben blij dat jij iemand bent die de brug slaat om dat dan de boodschap aan nog meer mensen te verkondigen. Dat is met veel plezier gedaan.